Dag meneer, mag ik u wat vragen? Ja. Waar loopt u warm voor? Ik loop warm voor het sporten in zijn totaliteit. Dat is Nordic Walking, dat is hardlopen op mijn manier, en rolskiën en voorbereiden voor de winter, zodat de winter geen stilstand betekent voor jouw lichaam, voor je lijf. Oké. Ja. Ja, en u doet dat dus al lang? Dat doe ik al lang, want ik ben nu 88. 88? En ik vind dat... En u rolt nog steeds? En we rollen nog. En we lopen nog hard. En ik donderdag dan ga ik op de mountainbike de loopgroep begeleiden met opdrachten. En dat is vast een ploeg van een man of 10, 12. Ja, daarbij dus, nou ja, waar loop je nog meer warm voor? En om te kunnen sporten moet je dus ook een uitgebalanceerd menu elke dag zien toe te passen. Dat is met name voor mij in dit geval ook oppassen op de eiwitten. Zouten, dat je je nieren niet te veel belast. Want ik heb dus een nier die dus een beetje problemen kan geven. Want als je dus je bloeddruk te hoog is, dan hebben dus de nieren daarbij een probleem. Ja. Maar dat kan ik goed onder controle houden. En ondanks dat kan ik toch regelmatig en goed sporten. Ja. Mooi is dat. Ja. Nou, ik zou zeggen veel plezier en gaat uw gang. Ja, dankjewel. Bedankt voor het interview. Goed zo. Ja.